Hey met mij! Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is weer tijd om een nieuwe weekvlog te beginnen. En vandaag heb ik een mooie dag gepland. Dus laten we beginnen. Yay! Een nieuwe video! Ik zei dat ik een leuke dag gepland had, maar ik heb helemaal geen leuke dingen op de planning staan. Ja, ik weet ook niet waarom ik dat zei. We gaan in ieder geval eerst naar de dokter. Mijn plasje wegbrengen, want ik heb een beetje pijn. En daarna mijn auto wegbrengen. En dan moet ik helemaal naar huis lopen. Want die moet APK gekeurd worden. Dus dat is allemaal heel erg fijn. Daar staat hij. Zie je hem? Daar. Zo, mijn auto is weggebracht. Nu mag ik naar huis lopen, want ja, Nicky's werken. En het is niet zo heel ver. Ik denk een kilometer of zo, of anderhalf kilometer. Het is wel loopbaar in ieder geval. Nou, 9 uur. En ik heb alles wat ik moest doen al gedaan. Nu heb ik even geregeld, want mijn broer is natuurlijk vandaag jarig. Was ik even helemaal vergeten. Nou, toen ik de vorige shot opnam, was ik vergeten. Ik had het wel gewoon daarvoor bedacht en gisteren al en nu. Maar goed, hoe kom ik vanavond bij mijn broer? Dat is de vraag, want ik heb geen auto meer. Dus toen heb ik even met mijn moeder geappt. En ik ga... Mijn moeder komt me straks halen. En dan eet ik bij mijn ouders. En dan... dan eet ik dan bij mijn ouders. Dan neem ik de scooter mee en dan heb ik de rest van de week ook scooter. Totdat mijn auto gemaakt is. Dus dat is super handig. Dat wil ik even vertellen. Nu ga ik even een belletje plegen. Want dat vergeet ik ook. Ik moet reserveren voor het een of ander. Dus dat ga ik even doen. Nu heb ik toch alle tijd. Zo, ik ben alweer even thuis. Ik heb inmiddels gekookt, afgewassen, de kattenbak schoongemaakt, stofzuigd en het huis een beetje opgeruimd. Komt dadelijk Nicky thuis, die helemaal blij, hoop ik. Maar dat betekent ook dat ik nu zo bijna kan gaan streamen. Dus ik ga even wat eten. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik ga eten. We hebben niet zo heel veel meer in huis. Laat ik even kijken. Nou, daar staan dus de bakjes die ik net gemaakt heb. Maar ik weet niet zo goed wat ik nu wil eten eigenlijk. Ik drink dus heel graag thee. En ik heb zo'n theekom. Wat is dit? Een theepot? Ja. En die... vul ik wel eens als ik eraan denk, want ik vergeet het heel vaak dat ik hem heb. Maar ik vind het zo fijn dat ik dan gewoon thee klaar heb staan. Dan kan ik gewoon de hele middag thee drinken. Of niet iedere keer thee te zetten. De stream zit er weer op. En nu heeft mijn mama mij opgehaald. En gaan we even een cadeautje kopen voor mijn broer. Ik moet nog een cadeautje halen. Maar we gaan uiteraard gewoon Lego halen. Want dat vindt hij het allerleukste om te krijgen. Dus dan gaan we gewoon even halen. In deal. Cadeautje is gekocht. Harry Potter, nee. Fantastic Beasts and Where to Find Them. Een klein geitje. En ik had nog wat meer dingen gekocht. Namelijk deze deegroller. Want ik heb die niet. En het is toch wel handig voor, vooral voor koekjes te breken. Dan hoef ik niet zo hard te stampen. En heel veel kaarsen. Ik was een beetje in de Halloween mood al. Alleen van mezelf mocht ik niet in de Halloween mood zijn. Of de herfst moet ik eigenlijk zeggen. Dus ik heb deze voor nu gekocht. De blauwe kaarsen. Die waren ook in aanbieding. En dan heb ik nog gele kaarsen voor als deze op zijn. Dat is dan maar zeggen als deze op zijn mag ik naar de Halloween van mezelf. En ik had nog 2 paar snoepjes gekocht. De dropstaafjes en kaneelkussentjes. Super lekker. En sponsjes. Want die waren ook op. Ik ben echt optimale vlogger nu, hè? Ik ben op een scooter. Ik heb de scooter van mijn vader even geleend voor een paar dagen, zodat ik wel mobiel ben. Dat is het nadeel van in een klein dorp wonen. Je hebt altijd een auto of scooter nodig, of je moet heel erg van fiets houden. Dat is niet deze persoon, of in ieder geval, ik vind 20 kilometer te ver op de fiets. Maar goed, zul je net zien dat het regent. Maar goed, we gaan door. Ik ga alleen niet vloggen natuurlijk als ik aan het rijden ben. Maar zo is het uitzicht een beetje. Leuk, hè? Voelt echt weer alsof ik 16 ben. Goedemorgen! It's Friday, 9 augustus. En dat betekent, vandaag gaat de meet-up plaatsvinden.
Maar we hebben nog veel meer te doen vandaag, voordat het meet-up time is. En ik ga lekker weer vloggen. Het is tijd om naar de gym te gaan. Het is 7:50, 7:40 en we gaan naar de gym. Zo, we zijn inmiddels weer terug van het sporten. Dat was een korte sportsessie. Ik had drie kwartier gesport en ik heb eigenlijk alleen benen getraind, niet eens billen. Nou ja, die train je stiekem een klein beetje mee. Maar nee, de focus was op de quads, dus deze dingen. Dus die zullen wel pijn gaan doen morgen. Nu is het tijd om even te gaan koken voor Nicky, want die moet ook eten natuurlijk vanavond. En dat zal ik even voor hem maken, hoeft hij niks meer te doen als hij thuis komt. Dus dat ga ik nu doen. Ik maak vandaag de poke bowl. Dat is heel simpel van Jumbo. Hoef je alleen maar rijst en zalm toe te voegen. Oh ja, en sojasaus. Maar dat heb je gewoon in huis vaak wel. En de zalm is echt super duur op het moment. Dus normaal doe ik er zalmblokjes bij. Maar dat was echt 5 euro. En je moet 2 van die pakjes. Dus dan had je 10 euro en zalm al erbij. Dus het is een beetje budget. Maar ja, we verdienen niet de hoofdprijs. Dus ja, die verdienen we wel. Maar dat krijgen we niet. Dus we blijven bij deze is iets goedkoper. Volgens mij is het 4 euro en dat zit dan 200 gram. Dus dat is prima. Kijk, het is een beetje een troep geworden op het aanrecht. Maar de pokeballs zijn klaar. De mooiste is eigenlijk die, maar die heb ik al dicht zitten. Dus 4 pokeballs. Dus vanavond kan Nicky en ik dacht, dan kan ik hem lekker als lunch nemen vandaag. Oh mijn god, voordat ze weggaat ga ik een foto maken. Kijk nou waar ze ligt. Lig jij daar lekker, moppie? Is dat jouw plekje? Daarom kan ik jou van de week niet vinden. Lag jij hier? Oh mijn god. Zo, inmiddels heb ik gedoucht, mijn make-up gedaan, mijn haar gedaan en een video geüpload. Die moet ik alleen nog eventjes inplannen voor 12 uur. En verder, ik moet nog eigenlijk heel veel doen. Maar ik ga het niet allemaal doen. Ik ga gewoon streamen zo, dat is de bedoeling. Dus daar ga ik nu mee aan de slag met die video inplannen. Dan moet ik eventjes een thumbnail maken en zo. Dat duurt altijd eventjes. Dus dat ga ik nu doen. Hoi, ik weet niet, sorry van de wasmachine, ik weet niet zo goed wat de laatste moment is geweest dat ik heb gevlogd, maar het is vandaag in ieder geval woensdag en vandaag gaat er iets heel leuks gebeuren. Ik weet niet of ik het mag zeggen. Er komt in ieder geval een tijdschrift, een dames tijdschrift, vandaag shooten hier
op locatie, dus in mijn huis, in mijn gamekamer, over mijn werk, gaat het interview. De lieftallige dame die mij geïnterviewd heeft voor Cosmopolitan, die wilde me ook heel graag voor dit blad interviewen en een fotorapportage bij maken. Dus nu komt de fotoshoot vanmiddag. Dus ik ben me een beetje aan het klaarmaken daarvoor. En ik dacht, dat is natuurlijk weer super leuk om te vloggen. Ik heb een beetje een gekke angle, maar zo kan ik het wel net wat beter allemaal zien. Ik mag dus geen make-up op, of nee, mag wel denk ik, maar dan moeten ze het er ook weer afhalen. Ik moet mijn haar doen en mijn nagels moeten normaal eruit zien, maar volgens mij zien die er normaal uit. Ik zou er wel een laagje overheen kunnen doen ook. Ja, dus dat ga ik nu doen. Verder moet ik ook nog even gewoon streamen vandaag. En ik ga vanavond naar Horen, naar de kermis. Een vriendin van mij woont daar. En dan gaan we met alle meiden van hier gaan we daarheen. Dus dat is super gezellig. Dus ik dacht, het is weer een perfecte dag om te vloggen. Ik denk namelijk dat ik wel ga vergeten te vloggen als die fotoshoot aan de gang is. Misschien dat een van de... Nee, misschien wel de visagist. Eventjes een stukje opnemen voor me van de fotoshoot. Dat zou wel heel tof zijn. Dat ga ik gewoon vragen. Lekker brutaal. Maar in ieder geval ga ik nu even de camera opladen. Want die is bijna leeg.